Na de zoveelste aardbeving zou je zeggen dat het heel simpel is: we moeten stoppen met dat aardgas. En wel nu. Knop om, Groningen redden. Klaar. Maar het klinkt wat eenvoudiger dan het is, want wij zijn met z'n allen aardgas verslaafd. We zijn volledig afhankelijk, in heel praktische zin. Zeven van de acht miljoen huishoudens hebben een gasaansluiting op dit moment. En zoals het met veel verslavingen is, het is het moeilijk om te stoppen. Ja, laten we eens kijken hoe het zo is gekomen. Het gasveld in Groningen werd in 1959 ontdekt en begin jaren 60 begonnen toen de eerste boringen. Nou ja, dat oppompen dat ging zo goed en zo makkelijk dat we op de top in de jaren Ongeveer 88 miljard kubieke meter per jaar naar boven haalde. Vele jaren lijkt er niets aan de hand. Maar in de jaren 90 beginnen de aardbevingen. Afgelopen periode zijn dat er met gemak 100 per jaar of meer. Het totaal aantal aardbevingen komt inmiddels uit op 1193. Nou zijn ze gelukkig niet allemaal zo zwaar als die van gisteren, 3,4 op de schaal van Richter. Maar kijk, deze bevingen die hadden een kracht 3 of hoger. Sinds 2012 is er al 80.000 keer melding gemaakt van schade na een beving. 180.000 huizen zijn aantoonbaar in waarde gedaald. Met grote gevolgen voor de eigenaren. En we zijn nog altijd niet gestopt met het oppompen van gas. En twee. Aantoonbaar belangrijke redenen. Eén is dat gasoppompen gewoon geld oplevert voor de economie. Hier ziet u de opbrengsten van het gas. En het totaal komt uit op zo'n 280 miljard euro. En die zwarte lijn geeft aan hoe afhankelijk onze begroting is van die aardgasbaat. Ja, in de jaren 80 was dat rond de 10 procent. Dat is nu al veel minder, 0,8 procent, er helemaal aan het eind. Tweede reden waarom we nog niet gestopt zijn, is eigenlijk veel praktischer. Het hele land moet op de schop als we van dat aardgas af willen. Vanaf de 60 jaren maakte Nederland een echte energietransitie door van kolen naar het veel schonere gas. En dat had drastische gevolgen. De kolenkachels gingen de deur uit, de straten moesten open, het gas kwam naar de woningen toe. In 1965 werden de eerste huishoudens in Utrecht aangesloten op het gasnet en nu ruim 50 jaar later hebben dus 7 miljoen huishoudens een gasaansluiting. En nu realiseren we ons dat we opnieuw zullen moeten schakelen. En dat is opnieuw een enorme operatie, maar het is technisch mogelijk. Natuurlijk, het betekent wel dat u en ik allemaal een nieuwe CV-ketel moeten en dat we een nieuw fornuis moeten. Goed, we hebben het eerder gedaan. Het kabinet voelt die urgentie nog niet echt zo lijkt. Er is een streven uitgesproken. In 2050 zouden we aardgasloos moeten zijn. Dat is nog 32 jaar. 32 jaar van oppompen en een trillende bodem als gevolg. Die gaskraan moet dicht. En dat is niet alleen vanwege Groningen, maar ook vanwege de CO2-uitstoot en het klimaatakkoord, om maar eens iets te noemen. Een aantal Nederlandse gemeenten is echt vooruitstrevend. Deze gemeenten ondertekenden vorig jaar de Green Deal Gasvrije Wijken. En wat zij gaan doen, zij gaan bestaande woonwijken gasvrij maken. En samen met de bewoners zoeken naar het beste alternatief. En er is één ding dat meteen opvalt als je naar deze kaart kijkt: die gemeenten zijn met heel weinig. Het zijn er 31 van de 380 in Nederland. Dus je kunt wel concluderen dat de solidariteit met de Groningers nog steeds ver te zoeken is. Nou, is er één lichtpuntje. En dat heet 21 maart 2018. Want dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kunt ervoor zorgen dat ook in uw gemeente die transitie wordt omarmd. Dat er niet wordt afgewacht, maar wordt aangepakt. Dat u de Groningers steunt en het land helpt met afkikken.